Hey, Marleen de Boer. In Kona. Ja, hier zijn we. Het is niet lelijk hier, hè? Nee, het is echt, als je even om je heen kijkt, dan zie je het zwemparcours en je voelt de warmte. Ja. Dus, maar ik ben blij om hier te zijn. Marleen, het is nog geen 5 maanden geleden dat we in St. George waren. Ja. En ja, dat is denk ik voor ons allebei en voor iedereen, voor jouw familie. Een hele speciale dag geweest. Ja. En toch denk ik, nu je hier bent, een paar dagen, Kona heeft nog net iets anders. Ja, wat is dat? Het is heel anders. Het is bizar dat er zoveel mensen op zo'n klein oppervlak zijn die van triathlon houden en die zo into ons sport zijn. Dus dat, het is heel anders dan St. George. Ja. Het was allebei heel bijzonder en ik denk dat het allebei wel WK waardig is. Ja. Maar het gaat een hele andere race worden dan in St. George. En de sfeer is ook heel anders. Hoe wil je dat eens te beschrijven? Want ik ben hier ook 6-7 jaar geweest. Ik was in St. George bij jou. En daar loop je dan rond en dan eigenlijk om de paar uur zag je iemand fietsen, maar hier voel je in een vibe, dat is heel... Ja, de energie van dit eiland is gewoon echt heel bijzonder ook. Je hebt de elementen ook, het is, je zwemt in de zee. Ik heb op de highway gefietst, de Queen Kay, en de wind is aanwezig. Je hebt de crosswinds, de zijwinden bij Hawi. De marathon is natuurlijk ook heel bijzonder. Het is als je er... vanaf de kaart naar kijkt, is het eigenlijk een heel simpel parcours, alleen de elementen. En dat is zeker, daar hebben we het wel eerder over gehad. En daar staat Kona natuurlijk onbekend. Ja. De elementen, ze kunnen je vriend zijn, maar ze kunnen je ook helemaal verpletteren. Het maakt het wel lastiger om een raceplan te maken, ook voor deze dag. Ik denk dat ik in Nederland best goed weet waar ik toe in staat ben en wat ik kan. Alleen dat wel op dit eiland weer een heel ander verhaal. Absoluut. Dingen zullen mee moeten zitten, maar ook de nutrition als vierde element van de race. Ja. Heb je daar nog met coach Yvonne van Vlerken nog specifiek over nagedacht en gesproken? Ja, zeker. En zelf ook met Erik van der Linden, Nutri-Day, gebruik ik over gesproken. Ja, ik blijf bij mijn plan. Ik heb iets wat voor mij heel goed werkt en dat werkt eigenlijk al goed vanaf de eerste race. Dus, daar blijf ik bij, maar verder ga ik er zeker rekening mee houden dat dit een hele warme dag gaat worden. En dat het een andere race is dan dat we in Nederland en Europa gewend zijn. Ja. Deze races zijn niet te vergelijken. En daarom denk ik ook dat misschien best wel... Mensen kunnen natuurlijk heel makkelijk denken van... Oh, je hebt met 22 minuten verschil gewonnen in St. George. Ja. Maar ik denk dat jij en ik allebei weten dat je dat absoluut geen garantie geeft voor het wedstrijd. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat mijn papieren niet goed zijn voor deze race. Ja. En ik voel me goed. Ik heb me echt goed kunnen voorbereiden. Dat is ook een heel verschil met St. George. Ik voel me echt de laatste weken goed. Ik voel me uitgerust. Ik voel me fit. Maar ik heb ook voor mezelf... heel weinig verwachtingen in die zin dat ik, het is mijn eerste keer op Kona, ik ga genieten, ik ga mijn best doen, ik ga alles geven en dan zien we, ik hoop gewoon met een lach op de finish te komen en als ik me aan mijn plan hou dan denk ik en hoop ik dat daar dan een mooi resultaat uit komt, maar verder, er kan van alles gebeuren en dat heb ik ook vooraf aangegaan aan St. George gezegd, want het is zo lastig om zeker ook als amateur je op zulke omstandigheden voor te bereiden. Omdat ik gewoon niet de faciliteiten heb zoals de profs die hebben. Ja. Zowel financieel als om hier eerder naartoe te komen. En echt warmteacclimatisatie. Dus we gaan het zien. Ja. Het is, ik ga genieten. Ik heb absoluut. Er echt vooral veel zin in. Marleen, we zijn, wat er ook uitkomt, we zijn trots op je. Ja. En vanaf St. George en eigenlijk vanaf het moment dat je... Ja, dat we met elkaar zijn gaan werken. Je training, je commitment. Iedereen wens jou onwijs veel succes. En we gaan donderdag zien wat er van komt. Maar aan support gaat het niet ontbreken. Je bent niet helemaal alleen. Nee, ik heb mijn ouders mee, mijn vriend. Dus dat is echt ontzettend fijn.
Vooral mijn ouders, die hebben echt nog geen race gemist. Het is gewoon heel, voelt heel goed om die ook opnieuw weer bij me te hebben. En het is zo leuk dat jullie er weer zijn. Alex de Boer van de Wetsuits is er, Hoka is vertegenwoordigd. Dus het is echt heel leuk om het team hier ook omheen te hebben. Het voelt al heel erg pro aan, hè? Ja. Laten we daar na de race verder over praten. We gaan daar na de race verder over praten. Maar nee, dus ik ben heel dankbaar om hier te zijn en om hier te mogen racen. Om hier gezond aan de start te staan. En vooral ook dat iedereen hier aanwezig is. Ga genieten. Marleen, onwijs veel succes. We zien elkaar donderdag na afloop. Ja. En toi, toi, toi. Dankjewel.